Dan heb ik de Concepts New Balance 997 Mint Green. Beetje vals spelen. Het is eigenlijk niet groen, maar het heet mintgroen. En mintgroen is groen, want anders had het geen mintgroen, maar mintblauw geheten. Ja. Ja, was dat Boston Pack, was dat toen? Ja. Of ja, deze was volgens mij New York Boston. Nee, ja, New York en Boston. Dit was New York. Vond ik een goede New Balance, vond ik dat. Dan de Air Max 1 Pata Chlorophyll. Ja, ja, je kan er wel niet erin zetten, maar ja, dat is gewoon liegen. Ja, nee, dit hoort erin. Dat is misschien een van de beste groene schoenen. Ik had die Pata Essex gedaan, maar daar zit wel wat groen op. Maar ik denk van, nee, ja, ik kan dit niet als groene schoen erin zetten. Ja, dus heb ik een beetje groen opgegooid. Ja. Dan de Jordan 1 Pine Green. Vind ik nog steeds toffe schoen. Die color blocking op een Jordan 1. Vervang het groen met paars, ook goed. Vervang het met oranje, ook goed. Vervang het met blauw, iets minder, maar ook goed. Maar ja, dit Pine Green, topschoen. Dan mint... de Air Force One Arctic Green. Vond ik een hele mooie, degelijke. Ja, het is gewoon recente releases. Ja, ik had natuurlijk wel die Jount erin, maar dit is echt gewoon echt mega recent. Nee, die Air Force 1 is al een tijdje geleden. Okay. Dat is wel een oudere. Dat is denk ik 2015, 2016 ongeveer. Maar een schoen die ik normaal nooit zou plaatsen, die ik gewoon toevallig... Ik was gaan zoeken op groene sneakers. Ik dacht, Essex Green zoek ik op, even... Want ik vind er een paar Airsix bij. Kijk, dan ga ik even kijken, weet je, of merk iets tof vindt. En toen vond ik deze schoen, die momenteel te koop is... En dit is gewoon de colorblocking van die kooi schoen. Ja, ze hebben... Van een view. Die rood oranje. Als hier een view op had gestaan, had je gewoon gedacht van... Oh, dit is een nieuwe collab. Maar die is gewoon overal in full size run te krijgen. En ik vond dit gewoon echt een tering goede Airsix. Dus ik dacht, laat me gewoon een keer een general release... die nu te koop is in de top 5 zetten. Want, kijk... Ze hebben... hier is ook een roze versie van trouwens in die color blocking. Ja. Eigenlijk wel gek dat ze dat Essex dan die color blocking nooit eerder heeft gebruikt. Weet je. Nee. Ik snap dat je dat niet rond de release doet van die View Core natuurlijk. Maar als je dat 2 jaar later doet of een jaar later, dan snap ik het wel dat je dat doet. Maar dit is gewoon random. Gewoon. Oh, ja, nou, goeie schoen. Ik vind Essex sowieso toffe dingen weer doen hoor. Ja. Dus dat was mijn top 5 groene schoenen en die van Tom. En dit was de show.